Jullie doen mee aan de open atelierroute. Hebben jullie nog een beetje aanloop gehad de afgelopen 2 dagen? Dat hebben we zeker gehad. Het weer speelde natuurlijk ook een belangrijke rol. Maar daardoor kwamen er toch regelmatig mensen hier binnen. Als ik schattingen moet maken, denk ik dat er gisteren 75 zijn geweest. Ja. En nu wat minder eigenlijk, omdat het zondag is. En wij zijn eigenlijk zeer tevreden. Het was een paar leuke dagen. De mensen waren tevreden over wat ze hier konden zien en hoe we het exposeerden. En we hebben een paar opdrachten binnen en er zijn wat schilderijen verkocht. Dus al met al, Evert, over een paar minuten komt de drank op tafel en dan vieren we dat even. Houdijnen. Ja? Wat trekken jullie zo aan in meedoen aan de route? Want daar ben ik wel erg benieuwd naar. Gezelligheid. In ieder geval een stuk gezelligheid. Kennis maken met andere mensen, over de kunst praten, over je werk praten. Dat vind ik gewoon leuk. Ik kom thuis, dan zeg ik tegen mijn vrouw, ik heb een hele leuke dag gehad met Winnie. Ja. Nou, heeft hij heel vaak trouwens, hoor. Niet alleen met de overatelier. Daarom hebben we hem nog niet afgehaald. Maar het is net voor de vakantie, toen is hij vakantie gegaan. En nu denk ik, hij komt nog een keer terug om even. Maar weet je wat het is, hè? Dan kom je erop terug en hij staat er hartstikke goed op. Ja. En ik denk dat als ik hem achter glas zet, dan gaat hij wel weer. Ja, dan leeft hij. Dan gaat hij wel weer leven. Ja, dat haalt altijd wel op. En een heerlijk hart, dat weet je, zonder tekening. Daar ben ik zo blij mee, als dat goed gaat, hè? Ja. Dus die handen ook, man. God, dat is moeilijk. Ja. Dat is, ja, blijft moeilijk, maar ja, ze staan erop zoals ik bedoel. Ja. En waar ik, ja, dan ga je dus ben met schilderij bezig, je bent met zo'n portret bezig. Maar je bent ook met compositie bezig. En om die reden kwam die donkere lijn naar zijn achterhoofd. Dat slaat nergens op. En toen dacht ik van, ja, maar dat moet nog veranderen, of er moet iets anders bij komen. Nee. Maar dan kom je een paar dagen later, of een paar weken later, dan kom je tot inzicht van, ja, het is dan wel niet zo, maar het is goed. Het is toch niet? Ja, je hebt niet commissie gedaan. Ja, daarom, ja. Je begrijpt het dan later, de situaties ook.